opbouwt. En dat je van daaruit ook weer nieuwe vriendschappen, maar ook weer nieuwe, hoe zeg je dat? Dingen aan jezelf ontdekt. Ja, precies. Tips, dat je tips en tricks weer krijgt van wat een ander daar... hoe een ander daarnaar kijkt of zo. Wat het heel leuk is, dat je ook zegt op het moment dat je met vrienden gaat, of vriendinnen, die kennen je al. Dus je hebt al een beeld over jou gevormd. Precies. Ja. En juist als je met mensen gaat die je nog niet kennen, dan ben je eigenlijk weer je nieuwe ik. Of dan kijken mensen op een veel heldere en nieuwe manier naar jou wie je bent. Ja, en ik denk ook dat elke vrouw dit nodig heeft. Dus dat het niet per se hoeft te zijn dat het alleen maar goed is voor vrouwen die vastzitten, maar ook gewoon voor vrouwen die midden in een carrière zitten en eigenlijk een soort van energy booster nodig hebben. Of weet je wel, omdat je als je dagelijks ga je maar gewoon reactief aan de slag. Ja. En nu heb je gewoon een week dat je even terug kan kijken en denk van oké, hoe ga ik nu verder? Ja, ik denk dus dat je niet per se een persoon bent op het werk en een persoon bent privé. Nee. Die twee dingen zijn zo verbonden, omdat je zoveel tijd besteedt op je werk. Ja. En het heel belangrijk is dat je altijd eigenlijk jezelf bent en dicht bij jezelf blijft. Dus ik denk alles wat je leert en elk inzicht wat jij krijgt in deze week, dat ga je zowel toepassen in je privéleven als in je werkleven.